control. Such a wonderful time. And as Elder Chas, as I must say, to every occasion, for that is a purpose. Hallelujah. Amen. And we thank God so much. And we thank God so much that this afternoon, that family, we have in our midst heavenly healers. The mother of the nation. We have a vet that black here and give it a
samfundet. In a holy convocation or a convention. In en heilige bijeenkomst. Our first convention. Onze eerste bijeenkomst of conventie. Was entitled. Had de naam. Who has believed our report? Wie gelooft onze rapport? Nobody knew. Niemand wist. That Belgian church. Dat de Belgische kerk. Who come this far. Zo ver zou. But we trust on Jesus Christ. Maar we hebben hem hard kunnen vertrouwen. Who died and resurrected from the dead. Die is door te gaan en weer opgestaan. That what he says he will do in Belgium. Dat hij doet en zegt over België. He will do it anyway. Hij zal het altijd doen. Whether you believe or not. Als je dat nu gelooft of niet. His word shall be fulfilled. Zijn woord zal waarkomen. In our very eyes. Voor ons ogen. And we spoke that who has believed. Wie gelooft onze rapport. And as a matter of fact. En ik wil iets zeggen. God honored his word. God heeft eer getoond aan zijn woord. Last year we were here. Vorig jaar waren we hier terug. With a theme. Met het thema. If they had known. Moesten ze geweten hebben. If they had known. Moesten ze geweten hebben. If the enemy had known. Moesten de vijanden geweten hebben. He would not have blessed you in this situation. Hebben ze hebben jullie het hebben nooit in deze situatie gebracht. It was hidden. Maar het was begraven. And God wants you to get a testimony. En God wilde je tot getuigen. The devil could not figure out. Dus de devil wist niet hoe. What your future will be. En waar de kerk zou raken. And we were blessed. En we waren gezegend. In the December. In December. When we met in Antwerp. Toen we samen kwamen in Antwerpen. For our Christmas convention. Voor onze kerstconventie. That our eyes have seen the salvation of the Lord. Dat onze ogen heeft de verlossing van de Heer gezien. It was super terrific. Het was iets supers. In the grand finale. En in het finale. When Brother Mandela was leading us in the praise. Toen Brother Mandela nu bezig was met het praise. I think he clapped there and I had the Inyanga. And I said, I was so happy. My God. Ik was heel blij met zijn praise toen. And we were all celebrating the goodness. En we waren allemaal het vieren. We realized that even the Antwerp building was too small. En we moesten beseffen dat Antwerp zelf te klein om was voor ons allemaal. God has given me a word. God heeft mij een woord gegeven. And I have a vision. En ik heb een visie. Just as Martin Luther King said. Martin Luther King zei ooit. I have a dream. Ik heb een droom. I have a dream. Ik heb een droom. That one day. Dat één dag. But mine is greater than Martin Luther King. Maar mijn droom is. Can I hear someone say Jehovah? Can I hear someone say Jehovah? I have a dream. My God. I have a vision. Het heeft nog zoiets niet meegemaakt. We are
Verse 3. And I want to read the scripture to us. Because I just won't read in English. I'm reading from the New King James Version. Ik lees van New King James. I have a dream. Ik heb een droom. And I have a vision. En ik heb een visie. And it will happen here in Belgium. En het zal in België gebeuren. Amen. I have a dream. Ik heb een droom. The next millionaires are sitting down here. De volgende millionaires zitten hier. People were struggling for sponsorship. En waar mensen die we moesten nog sponsoren krijgen. In the coming year. Zelf in het komst naar hier. There will be greatest sponsors in the Benelux. En zullen grote mensen zijn die zullen sponsoren. And I want you to know that some of you are going to become bronze sponsors, silver sponsors, gold sponsors, platinum sponsors, diamond sponsors. Receive it in the name of Jesus. Amen. I have a dream. Ik heb een droom. And this is a prophetic message. En dat is een profetische boodschap. I'm not preaching, but I'm prophesying. Ik kom niet prediken, maar ik kom niet. And it will hit somebody's spirit. En ik hoor dat de geest van iemand dat ontvangt. Your life will never be the same. En uw leven zal niet hetzelfde zijn. And I prophesy again, the next millionaires. En ik zeg de volgende miljonairs. Reading from the New King James Version. Oh Lord! Oh He! You brought my soul up from the grave. U nam mijn geest uit de graf. You have kept me alive. U heeft mij in mijn leven bewaard. That I should not go down to the pit. Zodat ik niet meer in het graf zal belanden. Oh Lord! Soul up from the grave. You have kept me alive. En u heeft mij in leven bewaard. That I should not go down to the pit. Zodat ik niet terug in het put moet belanden. This is where we took our team from. Van hier komt onze team. Out of the grave. Uit de graf. Another life. Een ander leven. I'm not here to preach. Ik kom hier niet prediken. But I'm here to tell you the purpose of our meeting. Maar ik kom jullie vertellen wat het doel is van onze bijeenkomst. And that prophecy which the Lord has given to me. En wat dat God wil dat ik met jullie deel. I prayed over you. Ik heb over jullie moeten bidden. But as a missionary. Maar als iemand die werkt voor God. I'm cautious. Ben ik bewust. Not to become all in all. Ik moet niet alles zijn. But to duplicate myself. Maar ik moet een dubbel maken van mijn bestaan. In the great people God has given to us. Dus voor de geweldige mensen die God aan mij heeft gegeven. In the PIWC. In the PIWC. And in the central. Of in het centrale deel van ons. Now we know that the PIWC had come to stay. We weten dat de PIWC hier voor altijd blijft. We can see that our coordinator is not here. Onze coördinator is hier niet vandaag. He represented. He has arrived. He is on his way. Onderweg naar hier. He represented the whole nation in Ghana for the PIWC conference. He was België vertegenwoordigen in Ghana van onze PIWC. This meeting was supposed to be pastors and area heads and apostles. Normaal is die was bedoeld voor de pastoren en voor de grote leiders. We respect you too much. Maar we hebben zoveel. We value you. If you have you ever know my heart, I value you. Ik geef jullie zoveel waarde. I respect you. Ik waardeer jullie en ik respecteer jullie. I don't authenticity upon the PIWC. Ik heb heel veel respect voor het PIWC. So we single out our coordinator. Dus we namen onze coördinator. To represent us. Om ons te vertegenwoordigen in Ghana. He had the opportunity to talk to the chairman himself. Dus hij kwam spreken met die allerhoogste leider van onze kerk in de wereld. And he presented us as a good ambassador in Ghana. En heeft ons vertegenwoordigd in Ghana. And I learned he arrived because he should have arrived Thursday, but because of the situation in Brussels. Donderdag aankomen van Ghana, maar door al die Brussels. He will join us. Maar hij is nu onderweg naar hier. That is why I want you to take him. Dus ik wil dat u. You are not little, you are great. U bent niet klein, u bent groot. I see you, Mecca. Ik zie u als
year's convention. And the convention when they are. We have compartmentalized it into three sessions. As an elite, three sessions. The first session. The eerste sessie. That's where we are. Daar zijn we nu mee bezig. The second session. De tweede sessie. And tomorrow by God's grace, the last session. En dan morgen de derde en laatste sessie. All the ministers who will be preaching. Alle mannen van God of vrouwen van God die hier willen prediken. We have retrieved ourselves, prayed and gone through synopsis to present to you the unadulterated word of God. We hebben moeten bidden en we hebben klaar voor u het woord van God dat voor jullie bedoeld is. If every year pastors are preaching to us. Stel je voor dat elk jaar pastoren en preek komen heen. Or pastors alone preach to us. Of stel je voor dat enkel pastoren. We don't see the work we are doing. Dan zien we precies niet welke werk dat we hiermee bezig zijn. Dus we moeten mensen kunnen opvoeden tussen ons. So that we can come around, rub shoulders with them. Zodat we kunnen on the scales vrijen met hun. So that we can all know that you have a part to play. Dat we kunnen beseffen, u heeft een rol en ik heb ook een rol. Today is somebody, tomorrow it may be you. Vandaag is het iemand anders, morgen is het misschien aan u. So this year was the central NPIWC. Dus van de jaar de centraal NPIWC. We are having a remix. Hebben we precies een soort remix. The elders, met de leiders of de elders, to minister to us. Om ook eens een preek te komen hier. And everybody who starts here to minister, en iemand die hier komt spreken, the person is the choice servant of God. Dat is een trouwe diener van God. All of us who are going to minister in this convention, we are meant to pray. Alle mensen die het woord komen hier in dit conventie, we hebben samen komen en we hebben het best gezegd. Open your spirit. Dus open uw ziel. That's something new. Want er is iets nieuws in uw leven. Zodat out of the grave. Zodat uit de graf. There will be another life. In uw nieuwe leven zal bestaan. Another life is starting right this afternoon. En begint nu vanmiddag en van Jezus. In our worship. In onze aanbidding. Get yourself totally involved. Wees helemaal aanwezig. When it comes to giving. Als het klaar is om te geven. Give your best. Geef uw best. Because Easter is the greatest days in all Christianity and in all humanity. Want het Pasen is het belangrijkste gebeurtenis in heel het Christendom. The day Jesus died. Want de dag dat Jezus stierf. And the day he resurrected. En de dag dat hij weer opstond. There is no day. En is geen andere dag. That has ever come. Dat tot nu toe is gekomen. That can be compared. Dat eigenlijk te vergelijken wordt. The only day that will be greater than this day. De enige dag dat groter is dan die dag. Is the day when he will come from the clouds of heaven. En de dag dat hij terug zal komen in dat jaar. As we are coming out of this room. Nu komen we uit de graf. We have another life. We hebben voor ons een ander leven. To also reign with him. Om ook samen met hem te zijn. Jehovah bless you. Dat Jehovah jullie zegen. And may we feel you as PIWC. That the rising star, but the most of them has been announced in Belgium. Aangekondigd in Belgium. And you are the rising star. And you bet the star. God bless you. Amen. 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 Do it better. You can do it better. God bless you, Papa. God see you, Papa. It is time. Het is tijd. Worship our Creator. Om hem te aanbidden. This is the time we are lifting up our voice. Het is tijd om hem te aanbidden.